Ze zullen zeggen dat je nooit de beste kan worden. Misschien omdat je cijfers niet hoog genoeg zijn, je een project niet gehaald hebt, hoe je eruit ziet of om je gewicht. Ze oordelen op basis van je verleden en wat het oog ziet, maar ze kennen je niet eens. Je zal mensen tegenkomen en van elk van ze kan je wat leren. Als je een gewoonte hebt om mensen uit te sluiten omdat je bang bent dat ze je zullen limiteren, is de kans groot dat je ook degene zal uitsluiten die je kunnen helpen groeien. Vooral in je denken. Het hangt er helemaal vanaf hoe jij naar het leven kijkt. In de meeste gevallen zijn wij degene die onszelf limiteren en ons laten limiteren. Maar op elk moment van je leven kan je ervoor zorgen om je grenzen te doorbreken en beter te worden dan je ooit was. Wanneer het niet gaat zoals je wilt en je denkt dat je geen kant op kan, zoek dan naar inspiratie. Als je zoekt, zul je alles vinden. Je zal zien dat sommigen heel wat verliezen, maar toch winnen. Sommigen hebben niets, toch hebben ze alles. Sommigen zijn beperkt, toch kennen ze geen grenzen. Laat los wat je tegenhoudt en laat toe wat je beter kan maken. Je zal naar alles en iedereen op een andere manier kijken. In iedereen zal je jezelf terugvinden en voor elk probleem zal je een oplossing hebben. Mijn vraag naar jou, wat zie je als je naar jezelf kijkt? Wie je bent en wat je ook doet, de enige obstakels zijn in je hoofd. Ik weet dat je sterk bent, maar geloof jij dat jij ook sterk bent?